VVV-TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics, Keulen Automateriaal en Vervoerscollege Venlo. De 6-1 Zepert tegen Heracles Almelo luidde het ontslag in van Robert Maaskant als trainer van VVV. Jai Driessen moet nu na een kort uitstapje naar Abu Dhabi het tij zien te keren. Ik ben maar 4 maandjes weg geweest, maar ja, het voelt dan wel op dat moment van oké, weer even terug op het oude nest. En ik voelde ook weer meteen vertrouwd. Ik merkte ook wel dat de mensen om me heen hier binnen de club blij waren met mijn terugkomst. Straks meer. We kijken vooruit naar de komende wedstrijd tegen FC Twente. Een nieuwe koffiecorner. Maar nu eerst terug naar de man die sneller dan gedacht weer terugkeert in de koel. Maar waarom eigenlijk? Nou, om de club te helpen. Met name om de club te helpen. En ik had op dat moment niks te doen. Ik zat me thuis te vervelen. De dagen waren voor mij, heel lang. Dus de mensen die mij goed kennen, die weten dat ik dan niet echt te genieten ben. Dus ik was heel blij dat ik weer kon werken, maar ook zeker weer de club kan proberen te helpen. Ja, had je ook het gevoel van dat die vraag zou komen? Nou, nee, die had ik in eerste instantie niet verwacht. Dat balletje is langzaam gaan rollen toen ik naar de wedstrijd van Feyenoord kwam kijken. Toen is me wel eens gevraagd van, ja, sta je misschien open voor als het hier niet goed gaat? En dan ga je daar wel langzaam over nadenken. Dan gaat het wel door je hoofd spelen. En dan zie je het eigenlijk dat het bij de club steeds minder gaat. De wedstrijd van Heracles, dat hebben we allemaal gezien. Dat daar heel veel dingen niet goed gingen. En daarna, na die wedstrijd, is contact met me opgenomen of ik er open voor stond om het over te nemen. Jai is weer terug voor de groep. Voelt dat als vertrouwd? Ja, voor mij wel. Natuurlijk, ik heb 5 jaar met hem samengewerkt, wel als assistent dan. Maar ja, dat is altijd goed contact mee gehad, ook gehouden toen hij een paar maanden weg was. Dus dat voelt prima. Trainerswissel, of dat de juiste keuze is, dat moet natuurlijk nog blijken. Maar was het wel de meest logische keuze van de club in deze fase? We hebben dat een beetje afgesloten al. Ik wil het er wel weer over hebben. Maar ja, we willen vooruitkijken nu. En dan moet blijken of het de juiste keuze was. We zijn als spelersgroep nu bewust dat wij dit nu moeten laten zien. En dat het niet zo is van, de trainer is weg, nu gaat het opeens lopen. Wij moeten nu gewoon vol gas gaan laten zien wat we waard zijn. En dat zal lastig worden. En daar hebben we elkaar allemaal hard voor nodig. Maar ja, je weet, als je zoveel wedstrijden verliest, dat er vaak iets gebeurt. En dat gebeurt bij iedere club en zo ook bij VVV. Ja, is er van tevoren met jullie als spelersgroep gesproken over die keuze? Nee, zo'n beslissing wordt door de club genomen. En natuurlijk, je hoort dat wel voordat jullie dat horen. Dus zo gaat dat wel, dat is wel zo netjes ook. Alleen, onze rol daarin is minimaal. Het is gewoon de club die daar een beslissing over neemt. En dat is ook hun verantwoordelijkheid. Ik heb daar heel veel vertrouwen in. Dat zijn ook grotendeels jongens die Maurice en ik nog bekeken hebben. En eigenlijk ook nog een beetje gehaald hebben. Dus wij wisten wel dat er kwaliteit in de groep zit. Maar op een of andere manier, na een hele goede voorbereiding, is het er niet meer uitgekomen. En waar dat dan allemaal precies aan ligt, dat weet ik niet. Dat vind ik ook nu niet meer belangrijk. Ik vind het belangrijk dat we nu vooral vooruitkijken. En dat ik met name ook heel veel vertrouwen uit heb geschrokken in die groep. En ik ben er ook van overtuigd, als we met z'n allen dezelfde kant op kijken, dan ben ik er echt van overtuigd dat deze ploeg op een betere plek hoort te staan dan waar ze nu staan. Hoe ga jij dat doen? Want dat is, vertrouwen, ook onder Maaskant werd dat natuurlijk vaak geroepen. Spelers moeten vertrouwen krijgen. Dat is logisch, want als je wedstrijd op wedstrijd verliest en dik verliest, dan wordt het vertrouwen alleen maar minder. Maar wat gaan jullie daar nu aan doen? Nou, in ieder geval hard trainen, hard werken, een duidelijk plan maken met z'n allen. Zorgen dat we in ieder geval de wedstrijden die we spelen, dat we daar het maximale gaan brengen met z'n allen. En zorgen dat we allemaal weer dezelfde kant op gaan kijken, want dat is wel een vereiste, dat moet. We moeten allemaal achter hetzelfde idee staan. En degenen die daar niet in mee willen, die gaan afhaken en daar gaan we ook afscheid van nemen. Simpel, dat maakt niet uit wie dat dan ook is. Iedereen moet zich kunnen vinden in het verhaal wat we nu gaan brengen. En dat is gewoon een heel duidelijk plan met een strijdbaar VVV. Is dat een ander plan dan wat de vorige trainer had? Dat weet ik niet. Daar wil ik ook niet meer op terugkomen. Dat vind ik ook niet belangrijk. We gaan vooruit kijken.
Maar gaan we bijvoorbeeld 11 andere namen op het veld zien zondag? Nee, daar gaan geen 11 andere namen op het veld. Ik denk dat wij niet in die luxe positie zitten dat wij zomaar 10 of 11 spelers kunnen vervangen. Dus we hebben een hele goede groep, we hebben een hele sterke groep. En we zullen met name ook het vertrouwen uitspreken in die groep. En ik heb deze week 3 trainingen gedaan en ik moet er nog 2. Dus dat na die 2 trainingen ga ik beslissen met welke jongens dat we gaan spelen. Kijk, we hebben natuurlijk een hele moeilijke tijd achter de rug en we hopen dat nu om te gaan draaien. Alleen, daar zullen we, wat ik net ook al zei, daar zullen we keihard voor moeten werken. Dat gaat niet zomaar gebeuren. Ook niet nu dat er een nieuwe trainer voor de groep staat dat je denkt van, oh, dat gaat automatisch. Dat moet, er moet veel gebeuren en daar zijn we ook wel van bewust van. Dat hebben we ook naar elkaar toe uitgesproken. En dan moet blijken of dat gaat helpen. Nou, wat put je dat vertrouwen uit? Dat er toch kwaliteit in deze ploeg zit? Ja, zeker. Je hebt net de training gezien volgens mij. We hebben een paar goede dingen gezien. We hebben goede wedstrijden ook gespeeld. Kijk, dan verlies je die natuurlijk weliswaar, maar je laat ook heel goed voetbal zien. Ook periodes dat we geen tegendoelpunten krijgen. En ja, daar moet je echt vertrouwen uitputten. En ook wedstrijden uit bij PSV waar je toch wel gegroepeerd. Eigenlijk wat we de laatste jaren gedaan hebben, hebben we dat dit jaar ook wel een paar keer laten zien. Alleen veel te weinig en veel te veel tegendoelpunten gekregen. Alleen we moeten toch weer terug naar de basis waar we eigenlijk succes mee hebben geboekt. De KNVB verleent VVV dispensatie om Driessen aan te kunnen stellen. De Venlonaar heeft namelijk niet de papieren die nodig zijn om hoofdtrainer in het betaald voetbal te kunnen zijn. We hebben met de club afgesproken tot dat aan de winterstop dat ik de wedstrijden doe. En daarna kijken we verder. En er zijn verschillende opties. En het allerbelangrijkste is dat na die 5 wedstrijden daar een nieuwe trainer komt met de vereiste papieren. En hoe die invulling dan gaat gebeuren, ja, dat zien we te zijner tijd wel. Misschien logisch dat mensen dan ook aan Maurie Steijn denken. Is dat ook een van de opties? Is dat een serieuze optie, denk jij? Nou, dat denk ik niet, omdat Maurice natuurlijk nog in afhandeling zit met het financiële plaatje in Abu Dhabi. En ik denk dat hij de focus legt om daarom weer een club te gaan trainen. Dus ik denk niet dat een optie is dat Maurice in de winterstop terug is. De eerste wedstrijd van VVV met Jai Driessen op de bank is zondag, wanneer de nummer 11 FC Twente op bezoek komt in de Kuil. De laatste ontmoeting eindigde in een 0-0 eindstand. Meer spektakel was er 7 jaar geleden met enkele mooie namen bij de doelpuntenmakers. Aardige voorzet en binnengetikt. 1-0 voor Twente. Ver, de lachende man. Loof voor. Gewonnen van Douglas, die ligt op de grond en dus Wildschut 1-1. Ja, op slag van rust. Verhoek voor de eerste keer. En wie schiet hem binnen? Dat is uiteindelijk wel gebeurd. Chatli. En 2-2. Dus zal het gezicht nu op vrolijk gaan. Kopbal van Holla. Ushebo heeft wat ruimte. En is echt onberekenbaar. Dit balletje is goed genoeg voor 3-2 Berghuis. Die zijn shirt uittrekt. Geel gaat krijgen. Ushebo, zo! Het is niet alleen een nederlaag, het is ook een afgang aan het worden voor Twente. Is FC Twente een goede tegenstander om hier de ommekeer te creëren? Ja, dat zegt iedereen, dat denkt iedereen. Maar ik denk dat we dat niet moeten onderschatten. Ik denk dat FC Twente ook gewoon een hele goede ploeg is. Ze staan ook niet voor niks waar ze nu staan. Dus, maar ze halen met name, vind ik, thuis de punten in een vol stadion en uit iets minder. Maar nogmaals, wij moeten van ons eigen kunnen uitgaan en vertrouwen hebben in ons eigen team en ons eigen spel. Nou, nog een leuk statistiekje volgens mij. Ik zag hem van de week voorbij komen. Jij hebt als hoofdcoach hier nog niet verloren, geloof ik, met VVV. Ja, dat is een mooie statistiek. Maar dat zou heel lastig worden om dat vol te houden. Maar daar gaan we wel voor. Trainingen voelen goed. Ik moet zeggen, als je helemaal op het veld staat, dan voelt het altijd gewoon goed, de trainingen. En dan moet je dat proberen te vertalen naar de wedstrijd. En dat is altijd lastig om nu te zeggen van, oh, zondag gaan we dat eventjes laten zien. Maar ik denk dat iedereen daar gewoon zelf verantwoordelijk moet stellen om dat te laten zien. En wat ik nu op de trainingen zie, ja, dat vind ik wel goed. Is FC Twente een goede tegenstander voor de ommekeer, zeg maar? Ja, waarom niet? Ik heb ze een paar keer gezien en we hebben natuurlijk een hele goede start gehad, daarna een mindere periode. En dat soort ploegen hier thuis, zeker in de fase waarin we nu zitten, dan moet je gewoon 3 punten pakken. Driessen kan beschikken over een nagenoeg fitte selectie zondag. Alleen Lee Kettermol, die de laatste wedstrijden al miste vanwege een verrekte knieband, is nog een vraagteken.
VVV Twente begint zondag om 16:45 en is uiteraard ook live te volgen via Omroep Venlo Radio. Wij sluiten af met Koffiecorner van Binnenkant Pala. We hadden natuurlijk geen Eredivisie voetbal dit weekend, dus ja, dan moet je verplicht kijken naar de keukenkampioendivisie. Ja, dat is ook geen pretje. Wat een idioten daar in Den Bosch, man. We hadden het vorige week nog, twee weken geleden, over racisme op de velden met Balotelli. Ja. En dan nu weer bij die Moreira van Excelsior komen de... Oh nee, het waren kraaien geluiden. Maar dat is helemaal erg. Ik bedoel, kijk, er zijn een paar dingen die me enorm storen. Dat je een paar van die idioten op de tribune hebt, die heb je overal. Dat vind ik geen argument, maar dat is zo. Dan vind ik altijd heel raar dat mensen zeggen, ja, maar dat zijn er maar 10. Als je weet hoeveel het er zijn, heb je ze dus letterlijk en figuurlijk in beeld. Maar waarom? Zelfs bij Den Bosch zitten meer dan 10 mensen op de tribune. Laat het er 2000 zijn. Die staan niet allemaal in de buurt, maar daar staan er op zijn minst nog 140 omheen. Ja. Als je dan niks zegt, dan vind je het blijkbaar geinig. Vind je lachen. En dat zijn dus diezelfde gasten die even daarvoor in Den Bosch hebben geprotesteerd voor het behoud van Zwarte Piet. Want dat is niet racistisch. Nee, want dat is niet racistisch. En vervolgens gaan ze een donkere speler Zwarte Piet noemen. Want dus we kunnen stoppen met die Zwarte Piet discussie. De Zwarte Piet is blijkbaar toch gewoon racistisch. Ja. Okay. Daar zijn we klaar mee. Hebben zij dat bewezen? Nou, proost. Dus vanaf nu alleen maar roetveegpieten. Kick out Zwarte Piet. Dan de vuurdoop voor jij. Twente, vuurdoop, ja. Thuis. Ja, ja, de zoveelste vuurdoop voor jij, want hij heeft al wat vuurdopen gehad. Maar dit is wel de grootste vuurdoop die hij tot nu toe heeft als gehad. Als hoofdtrainer van VVV, van een getormenteerd VVV, zoals dat dan zo mooi heet. Deze moeten we gaan winnen. Ja, want kijk, het is heel makkelijk. Je speelt voor de winterstop nog thuis tegen Twente, tegen PEC en tegen Emmen. Ik weet niet in welke volgorde. We beginnen in elk geval tegen Twente. Must wins heette dat dan, maar ik denk dan inderdaad bij mezelf, stel dat je die nog niet wint, van wie ga je dan nog wel winnen? Nee, dus daarom moeten we deze gewoon winnen. En ik heb er toch wel vertrouwen in dat jij deze twee vrije weken heeft gebruikt om die ploeg toch weer op scherp te krijgen. Ja. Misschien dat het dan toch iets los heeft gemaakt van hé, we moeten nu laten zien dat het dus echt aan de trainer lag en niet aan ons. Ja, dat we het wel kunnen en dat we wel met z'n allen ergens voor werken. Dus ik ben heel benieuwd. Ik vind dat Twente wel goed ook hoor. Die hebben daar een paar goede spelers in die Aitokatalapetra. Die hebben 25 Spanjolen er rondlopen. Ja. Stiekem toch een aardig ploeg. Je staat gewoon 11e. En oud VVV'er aan het roer, hè? Garcia. Jaartje bij VVV nog zitten, misschien zelfs anderhalf. Beetje een treurige blik heeft hij altijd. Wat ik wel mooi vind, je hebt van die trainers die allemaal netjes in pak lopen. Je hebt van die trainers die in trainingspak lopen. En hij is net of hij net van de tribune even een bal terug heeft gegooid. Oh, nu ging ik toch stormen met een kooltrui. Ik kan net zo goed even hier de zaak trainen. Maar geweldige voetballer was het. Hè? Ja, lekker. Mooie, sierlijke voetballer. Zoals hij er ook een beetje uit is. Een beetje mysterieus. Een beetje kunstenaar ziet het eruit. Ja. Hij schilderde het elftal. Ja, maar dan schilderde hij me wel met 5-0 naar de hut toe komende week. Want ik ben er een beetje klaar mee met dat Twente. En ze doen het zo leuk. Want vergeet niet, Twente is nog steeds die oplichtersploeg. Hè? Die ervoor gezorgd heeft dat wij ooit degraderen. Omdat zij wel, nou niet met de bakken tegelijk, het waren containersgeld die daar naar buiten werden gegooid. Dat ben ik niet vergeten en dat is een reden dat het VVV dat Twente op moet vreten. En omdat we ook wel de puntjes kunnen gebruiken. Ja, dat ook. Dus wat gaat het worden? We gaan gewoon winnen van Twente. Met jij in het roer, want jij heeft nog nooit verloren met VVV. Het wordt dus gewoon 2-1 voor VVV. 3-0. 3-0? 3-0. Zeker. Proost erop. VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sikon Logistics, Keulen Automateriaal en Vervoerscollege Venlo.